Op de algemene begraafplaats in Hoek van Holland zijn de afgelopen woensdag een aantal bordjes met QR-codes daarop onthuld naast de graven. Als je met je telefoon deze QR-code scant, word je naar de website van Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland gestuurd. Hier staat het verhaal achter de overledene die in het graf ligt en dat zorgt voor hele bijzondere verhalen. Simon Mostert kwam met dit idee. Nou, ik had het wel eens gelezen van QR-bordjes en ik ben ook op IJsselmonde wezen kijken naar de bordjes. Maar daar stonden alleen maar verhalen op van wie er ligt te begraven. Nu hebben we dus bordjes laten maken met een sticker met het logo erop van het Historisch Genootschap. Zodat de mensen weten dat er een achtergrond zit van het Historisch Genootschap. Ook door het te scannen kom je automatisch op de site van het Historisch Genootschap waar het hele verhaal uitgebreid in verteld wordt. Om een mooi voorbeeld te geven, bij een graf staat een bordje die het bijzondere verhaal vertelt over het zinken van sleepschip de Maya. Nou, dit specifieke graf is van het sleepschip Maya. Dat schip is in 1945 is die met steen gekomen aan de toenmalige steensteiger in Hoek van Holland bij de Waterweg. Maar het was dusdanig slecht weer dat de boot die moest naar binnen, maar dat is helaas niet meer gelukt. En de boot is gezonken, omdat hij ook nog half vol zat met steen. En daar zijn jammerlijk genoeg zijn daar een moeder met twee dochters bij omgekomen. Van opvarenden van de familie heb ik nog na veel omzwervingen via Katwijk en Frankrijk heb ik de jongste dochter die de ramp overleefd heeft. Hebben we die nog kunnen achterhalen en die is hier ook aanwezig. En ja, die heeft nog het hele verhaal nog een keertje verteld hoe zij het beleefd heeft. En dat is een heel indrukwekkend verhaal. Die kunnen de mensen nu lezen door het scannen van het bordje. Maar ook door het historisch genootschap op te zoeken op de site. En daar staat het verhaal ook op. Simon is erg blij met deze nieuwe QR-bordjes. Volgens hem brengen ze het graf weer tot leven.